wat er boven het water zit, dat is dus veen. En dat is echt kurkdroog. En dat is dus wat heel lang blijft branden en roken. En dat kan ook in de grond kan het heel lang door blijven roken. Staatsbosbeheer die gaat het nu van ons overnemen. Die gaan ervoor zorgen dat hier en bewaking komt. Maar dat er ook met loonwerkers of met andere materialen gewerkt gaat worden om die randen nat te houden. Zodat de brand in ieder geval niet verder meer groter kan worden. Ja, die code rood situatie dat is niet alleen van een paar buitjes afhankelijk. Dat heeft helemaal te maken met de droogte die in de natuur zit. En dat betekent dat ook de vochtigheid wat verder in de grond en in de natuur moet komen voordat we die code weer terugschalen.